Welkom bij Centra in Beeld. De komende weken brengen wij de centrumplannen van de verschillende kernen in Westland in beeld. De plannen zijn erop gericht om centra te creëren die levendig en aantrekkelijk zijn en aansluiten bij de behoeften van de inwoners, de ondernemers en bezoekers. In deze serie willen we laten zien wat er in de verschillende centrumgebieden nodig is, nu en in de toekomst. Er zijn de afgelopen weken al best wat centra aan bod gekomen. Vandaag ben ik in Schavenzanden. Dat is een grote dorpskern in het Westland. En er staat best wel wat te gebeuren. En er is ook al veel gerealiseerd de afgelopen jaren. Nou, daarover ga ik in gesprek met wethouders Kobi Gardien en Leen Snijders. Kobi, dit plein heeft de afgelopen jaren echt een enorme boost gekregen. Kan je een opsomming maken van wat hier precies is gebeurd en wat hier nog gaat gebeuren? Het is een proces van jaren geweest om het centrum van Schavenzanden op te knappen. We zagen dat het winkelbestand liep wat terug, er waren geen goede parkeervoorzieningen. Het hart van Schavenzanden is nu klaar na een proces van jaren. Prachtige appartementen ontwikkeld, een winkelcentrum, nieuwe parkeervoorzieningen. Dus dat is allemaal gerealiseerd. Maar we staan natuurlijk niet stil. Het volgende project staat op stapel en dat is de herontwikkeling van het voormalige gemeentekantoor in Schavenzanden. We staan hier voor het voormalige gemeentekantoor in Schavenzanden. Daar worden 44 appartementen in ontwikkeld. 8 daarvan komen in de sociale sector. Een deel van het gemeentekantoor is een monumentaal pand. Daar komt horeca in. De binnentuin wordt terras. Dat geeft een groenbestemming om ook te voorkomen dat daar gebouwd gaat worden. Verder komt de detailhandel in. En er is heel veel discussie geweest de afgelopen jaren over het beeld van gravin Machteld. En ook dat vindt zijn plek in deze nieuwe herontwikkeling. Nou, Schavenzanden is vooral een gezellig centrum, een bruisend centrum. Veel horeca, veel leuke gespecialiseerde winkels. Er wordt ontzettend veel bijgebouwd op dit moment in Schavenzanden. En dat betekent dat we ook ontzettend veel nieuw publiek naar het centrum van Schavenzanden kunnen trekken. Dus volop leven in het centrum van Schavenzanden. Het bruist meer, er is meer aanbod. Het aanbod is veel diverser. En ik denk dat het voldoet aan de verwachtingen, de hedendaagse verwachtingen, maar ook wel aan het hedendaagse shoppen, denk ik. Leen, we staan bij de Sant-Ambachstraat in Schavenzanden. Wat is hier gebeurd en wat gaat hier nog gebeuren? Ja, de Sant-Ambachstraat in Schavenzanden, zoals je hier achter kan zien, is daar nieuwbouw gepleegd. Nadat de nieuwbouw gereed is, hebben wij hier het oude parkeerterrein helemaal opgeknapt. Het was eerst een oud rot parkeerterrein. Nou, het ziet er nu gewoon keurig uit. Het is ook veel verkeersveiliger gemaakt. In het verleden waren er 7 in- en uitritten. Er zijn nu 2 in- en uitritten. Vervolgens hebben we ook de milieueilanden hier gemaakt. Ondergrondse milieueilanden. In het verleden stonden hier ook wat bovengrondse waar de mensen de vuil kwijt kan. Maar het is gewoon netjes ondergronds gemaakt. Is dit parkeerterrein bedoeld voor het centrum van Schavenzanden. We zitten hier tegen de Lange Straat aan. Dus de mensen die hier willen winkelen, kunnen hier de auto neerzetten en het centrum van Schavenzanden winkelen. Wat er op het gebied van parkeren is veranderd, is vooral dat je kan meer parkeren, je kan beter parkeren. Hier bijvoorbeeld aan het begin van de Lange Straat is een goede blauwe zone gecreëerd. Er is een witte zone gecreëerd. Sant-Ambachstraat is een goede blauwe zone gecreëerd. Dus daardoor kan je op verschillende plekken het centrum beter benaderen. Dit is de wijk Zandenveld in Schavenzanden. Wat gaat hier gebeuren? Ja, de wijk Zandenveld gaan we grootschalig reconstrueren de komende jaren. Nou, we starten in de Sant-Ambachstraat. Daarna gaan we verder met de Van Geeststraat. Vervolgens gaan we naar het Zandenveldplein, het Pijpenplein. En als laatste gaan we naar het Zandenveldpark. Wat gaat er daar gebeuren? Nou, de riolering is versleten, dus om een aantal wordt de riolering vervangen. En vervolgens wordt ook de verharding, de asfalt en de bestrating vervangen. Bijvoorbeeld de Sant-Ambachstraat wordt dadelijk een bestrating. En dan mag je dadelijk maximaal 30 km per uur rijden en dat krijgt dan gewoon een dorpse uitstraling. Op wat voor manier krijgt dit park een boost? Ja, dit park krijgt gewoon een hele grote boost. Er is een aparte klankbordgroep bezig geweest om te kijken hier naar het park.
Wordt gewoon gekeken naar het groen. Welk groen moet nog vernieuwd worden? Waar kan wat groen aangevuld worden? De speelwerktuigen. Nou, je ziet gewoon, hier kan goed gespeeld worden. Er wordt gewoon goed gekeken van, nou, welke zaken moeten nog aangevuld worden en ook vernieuwd worden. Vervolgens gaat ook de verharding, de bestrating, om te kijken van, nou, hoe ga je daarmee om? Moet het zo groot worden of kan je wat minder bestrating in aanbrengen? En als laatste, wat ook heel belangrijk is voor het park, ja, de sociale veiligheid. Afgelopen jaren zie je toch groepen jongelui hier bivakeren. Nou, dat wil je niet. Tuurlijk mogen ze spelen, maar geen rottigheid uithalen. Vandaar dat er heel goed gekeken wordt naar de sociale veiligheid om er een goed, veilig park van te maken. Ja, we zijn ontzettend blij met alle projecten die gerealiseerd zijn de afgelopen jaren. Wat nog wel heel hoog op ons wensenlijstje staat, is de opnieuw bestraten van de Lange Straat. Lange Straat is een belangrijke winkelstraat in het centrum. En we zien door alle projecten de zwaar bouwverkeer overheen gereden. Tegels zijn kapot, hier en daar ligt het ongelijk. Dat levert soms wat vervelende situaties op. Dus we zouden heel graag zien dat de gemeente op korte termijn die herinrichting van de Lange Straat op de agenda zet. Wat gaat er verder nog gebeuren hier in de dorpskern? Ja, in 't Schravenzande zijn we bezig om ook de dorpskern te vergroenen. De Willem II-straat. Er zit nu heel weinig groen in. Kijken wat kunnen er nog wat groen bij plaatsen. De pompen van Meerdervoortstraat, waar we hier op het hoekje staan. Maar hierachter heb je ook de Hoflaan, het Vaartplein. Daar willen we ook kijken van hoe kunnen we daar nog wat groen bij zetten. Dat doen we in heel goed overleg met de BIS en het MKB. We zijn al heel ver gevorderd staan nu met de plannen. En als het goed is, worden die ook van het jaar uitgevoerd. Ja, we hebben eind vorig jaar besloten om het project City Marketing op te pakken. We hebben daarvoor een subsidie gekregen van de gemeente, waar we natuurlijk heel erg blij mee zijn. City Marketing, wat houdt dat in? Nou, dat is vooral het aantonen van de sociale meerwaarde van het centrum. Ja, waar vroeger bezoekers of even gewoon een paar winkeltjes pakten of alleen het drankje deden, zien we dat het winkelcentrum steeds meer een ontmoetingsplaats is voor jong en oud. En dan hopen we al in de loop van 2022 daar mooie acties uit te laten voortvloeien. Waarmee we in de toekomst nog beter kunnen inspelen op de wensen van bezoekers. Hè, want het is hun centrum uiteindelijk. Maar ook vooral van de ondernemers. Zodat de huidige ondernemers, maar ook nieuwe ondernemers, goed ondernemersklimaat ondervinden. Ja, veel ontwikkelingen dus voor 't Schravenzande. Zowel de dorpskern als bijvoorbeeld de wijk Zandeveld die aangepakt gaat worden. En die ontwikkelingen die blijven wij natuurlijk voor je in de gaten houden. Tot zover 't Centra in beeld. De volgende keer weer een nieuwe dorpskern.